Hier stond Sinterklaas toen hij een dief langs zag rennen. Pieter, dat is niet goed. Hij bedacht zich geen moment en stuurde zijn Pieter erachteraan. We dachten, wat is dit nu? Toen zag ik dat hij koffers in de hand had, met de alarmlabels er nog op. Ik dacht, nou, dat is niet goed. Ik zeg tegen de Pieter, jongens, ga er maar achteraan, want hier klopt iets niet. De dief vluchtte een beddenwinkel in en daar verstopte hij zich. Hij zat precies achter een bed, maar de hele wereld had hem achter het raam kunnen zien. Dus ja, hij had zich niet op een hele slimme plek verstopt. Ben ik ook naar binnen gegaan en heb ik hem aangehouden voor winkeldiefstal. Toch lukte de dief nog om te ontsnappen. Maar gelukkig stonden er twee pieten bij de uitgang van de winkel die hem tegenhielden. Dus ja, ik zette mijn voeten voor, mijn arm om zijn middel, ja, en toen struikelde die. Toen kon de andere Piet kon hem genoeg overmeesteren. De dief hoeft trouwens niet bang te zijn dat hij wordt meegenomen naar Spanje. Nou, die gaat zeker niet mee naar Spanje. Want zulke soort mensen hoeven wij in Spanje helemaal niet te hebben. Maar straf krijgt hij wel, want hij is opgepakt door de politie.